Ik zal hem even nu met thee opdrinken, want ik denk dat we nu niet meer tijd hebben om thee te drinken tijdens een rit in de hulk. Hallo beste mensen! Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan vandaag achtbaan bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doen we natuurlijk met behulp van jullie. Jullie sturen nog altijd trouw van die hele leuke mailtjes met leuke achtbanen. En ik heb er zin in vandaag en ik hoop jullie ook. We gaan weer genieten en kijken naar verschillende tonnetjes die we mogen uitdelen voor verschillende projecten. En de allereerste komt van Wietse. En Wietse zegt, beste Vincent, hierbij mijn derde project in No Limits 2. Ik heb een park met flat rides en twee achtbanen. Het kan in het begin foutmeldingen geven, maar die moet je gewoon lekker gaan negeren en het kan al helemaal niks kwaad. De achtbaan heette de Hulk en Red Force. En hier zijn wat statistieken. Gaan we beginnen met Red Force. De hoogte van deze achtbaan is 40 meter met een laagste punt van min 4,3 meter en 10 inversies. Wow. De lengte is bijna 2 kilometer en de snelheid mag ik gaan raden. Nou, we gaan beginnen met Red Force en volgens mij wordt dat al stiekem een beetje een snelheidsduiveltje. Het loopt niet helemaal vloeiend, misschien omdat er best wel veel achtbanen bij elkaar staan gebouwd. En ook met een lengte van 2 kilometer, die andere zal waarschijnlijk ook wel langer zijn, moet ik even zoeken. Dit is de Hulk, dit is die andere achtbaan. Wel 0 minuten wachten, dat scheelt wel weer, maar ik ga naar de Red Force en ik denk dat ik dan even moet omlopen. Komen we ook langs een aantal andere attracties. Er was met een update van No Limits, want het spel blijft gewoon nog updaten, waren er een aantal nieuwe flat rides toegevoegd. Nou weet ik niet of dit dan die nieuwe flat ride is, ik denk het nog niet. Maar er was volgens mij een zweefmolen en niet die, gewoon echt zo'n klassieke zweefmolen, was volgens mij toegevoegd aan het spel. Hij heeft gewoon eigenlijk een pretpark hiervan gemaakt met twee grote achtbanen waar we er nu één van gaan doen en dadelijk natuurlijk de ander. Kijk, dit is wel een zweefmolen. Maar ik dacht dat deze nieuw was in het spel, maar nu snap ik het niet meer. Nou, oké, we gaan gewoon lekker kijken en zoeken naar, naar de achtbaan. Ik zie wat staan, de Red Force met een wachttijd van 0 minuten. Nou, dat is alleen maar goed natuurlijk. Ik vind wachten niet zo'n probleem, maar soms dan wil je gewoon lekker doorgaan. Dan heb je er gewoon zin... Oh, first row. Oh, tuurlijk gaan we eerst. Ja, natuurlijk gaan we vooraan. Logisch. Dat is gewoon. Ik ga niet twijfelen. Dat is, net als je bij Baron bent. Baron 1898. Dan kom je voor een keuze van. Moet ik vooraan? Of moet ik op de tweede of derde rij? Dan ga je toch een soort van twijfelen. En dan heb ik zoiets van. Ja, hallo? Mag ik niet? Wacht even hoor. Waarom mag ik niet? Hallo? Jongens, ik wil toch in de achtbaan. Waarom mag ik nou niet door? Ik moet gewoon geduld hebben. Of ik mag niet vooraan, dat kan ook. Maar wat ik zei, dan ga je ook twijfelen bij Baron van... Ga ik nou vooraan? En dan ga je kijken naar de wachtrij. Denk je van, het is misschien maar 10 minuten langer wachten. Waarom ook niet? Ik kan er niet overheen springen. Wat is dit? Ja, ik denk heel tactisch. Ik ga een beetje freerunnen over die hekjes heen. Maar dat mag dus niet. Nou, dit is wel een probleem. Want ik moet hier wel overheen. Oké, jongens, even niet kijken. Hebben jullie iets gezien? Nee, hè? Raar dat die hekjes niet open gingen. Vaak als je hem op pauze hebt staan, dan lukt dat inderdaad niet. Maar ik had hem niet op pauze staan, want de achtbanen gaan natuurlijk gewoon door. De vogeltjes die vliegen rond. En de groene, de Hulk achtbaan, die schiet ook voorbij. De hekjes gaan dicht en natuurlijk onder mijn facecam de statistieken van deze achtbaan, de Red Force. Ik mag zelf de snelheid bepalen. Ik denk dat wij de 115 max misschien gaan halen. 115 gok ik. 90 kilometer met de lancering. Misschien dat die nu wat harder gaat. Nee. Hij blijft ongeveer bij 90 hangen. Rond de 92 maximale snelheid. En ik hoop dat die snelheid er ook in blijft. Je merkt dat de FPS een beetje lager is dan normaal. Misschien moet ik de settings wel aanpassen, maar eigenlijk zit ik daar nooit aan. Ik zit nooit aan de instellingen van No Limits. Het spel staat volgens mij niet op zijn hoogst, maar ook niet op zijn laagst. Gewoon een beetje gemiddeld. En dan nog net daar wat boven. Maar misschien komt het wel door de reflectie in het water, dat kan ook. Ik ga eigenlijk meer kletsen over de omgeving dan over de achtbaan zelf. Want ja, weet je, ik zie nu al en ik merk gewoon al dat deze achtbaan ontzettend goed is. Er komt een tweede lancering. 94 kilometer tikt hij net aan. Misschien haalt hij wel een hogere snelheid dan net. Dat zou nog altijd kunnen natuurlijk. Dan gaan we weer naar een laag. 103 kilometer. Zag ik er toch niet heel ver naast met de 115. Maar het zou dus kunnen dat door de reflectie dat daardoor het spel een klein beetje minder soepel loopt. En natuurlijk heeft hij ook een enorme grote achtbaan gebouwd met heel veel omgeving. Denk ook aan stenen. Denk aan natuurlijk heel veel verschillende soorten bomen die langs het project staan. En natuurlijk ook de weerspiegeling van die twee grote banen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vrees, nou ja, ik vrees niet.
Ik denk 100% zeker dat ik al weet hoeveel tonnetjes ik ga uitdelen voor de Red Force. Ik hou het natuurlijk als een soort van verrassing even voor me. Maar ik denk dat jullie ook wel genoeg weten na het bestrijden van Red Force. En het houdt ook niet op. Een hele lange layout. Ik had het ook niet verwacht. Aan het begin denk je van, nou, een paar inversies. Zit er ook 10 inversies in deze achtbaan. Op het einde de 10e. Ik heb ze niet geteld, inversies, maar ik geloof het allemaal wel. Vaak dan raak ik toch wel de tel kwijt. We gaan door naar de Hulk. En die zitten we helemaal aan de andere kant van het park. Even kijken hoor. Ja, oké, we gaan gewoon vliegen. Dat is veel sneller. Hoppakee. En hier kunnen wij gelijk instappen. Dit is perfect, wat een timing. Ik ga op het tweede zitje. Ja, een beetje, het is niet echt het midden-midden, maar het is een soort van half-midden. Ja, de Hulk. Het hoogste punt is 33,8 meter met het laagste punt van 1,3 meter. Met 4 inversies en een baanlengte van 863,86 meter. De snelheid mag ik zelf raden. Veel plezier met het bestrijden van de achtbanen tegen het onrecht en het kwaad. Met vriendelijke groeten van Wietse, Planet Coaster High en Coaster Creator. Kijk, toch even een shout-outje naar zijn... ik weet niet of het op YouTube is of misschien zijn Instagram. Maar toch even leuk om dat even te benoemen. Ik bedoel, Wietse heeft ook de moeite erin gestoken om weer 2 topbanen voor mijn kanaal te maken. Ik zal hem even nu met thee opdrinken, want ik denk dat we nu niet meer tijd hebben om thee te drinken tijdens een rit in de Hulk. Dat lijkt me niet verstandig. Het lijkt me nog wel heel erg gaaf om een keer een kopje met soep of een bord met spaghetti te eten terwijl je in een ritje in de achtbaan zit. Dat lijkt me geweldig. Het geeft ook heel veel troep en heel veel, ja, derrie. Derrie op je gezicht en derrie op je kleding. Derrie overal in het karretje van de achtbaan, onder de achtbaan zelf. Het vliegt alle kanten op. Is wel weer lekker voor de vogeltjes natuurlijk. Maar je zit zelf altijd onder de vieze derrie. Nou, daar gaan we met een snelheid van, halen wij de 80 km per uur, daar gaan we een snelheid van 87 km. Hadden jullie dat ook goed geraden? Wie weet. Probeer het altijd even te gokken, het is leuk om te doen, geloof me. Ik ga er gewoon een sport van maken. Dat je helemaal met een zweepband om je hoofd zit. En dat je dan gewoon helemaal zo kieskeurig loopt te kijken van, nou, met zo'n hoogte als dit en het type achtbaan als dit. En ongeveer, ja, ik bereken het toch wel op de zoveel kilometer per uur. Dat je dan echt een trofee kan winnen. Nou, dan win ik toch liever de tonnetjes, ja. En nu heb ik eigenlijk vergeten om de tonnetjes uit te delen voor de vorige achtbaan. Maar geloof me, dat ga ik niet vergeten. Dadelijk doen we apart de beoordelingen achter elkaar. Mooi dat je zo eronder doorging. Eigenlijk van die neermis elementjes verstopt. En dit is de baan ook weer gewoon kort en krachtig. Wat een topbaantje. De Red Force, met zekerheid kan ik jou vertellen, Wietse, dat deze de 5 tonnetjes heeft verdiend. Gefeliciteerd met 5 volledige tonnetjes. Ik ben benieuwd wat je met die tonnetjes gaat doen. Ga je er een huis van kopen? Ga je toch aanschaffen om een leaseauto te nemen? Ik ben een beetje gek aan het doen. We gaan nu naar de Hulk. Hoe kan het ook anders? Ook de Hulk krijgt voor mij de 5 prachtige, volwaardige tonnetjes. Gefeliciteerd, Wietse, met dit megaproject. Ik vond het heel leuk om te doen. En als je dit natuurlijk kijkt, ik neem aan van wel, ga zo door met achtbanen bouwen, want je hebt het helemaal in je vingers. En dat is zeker te merken tijdens het bestrijden van deze banen. We gaan door met de volgende mail. De volgende mail is van Rohan. Hij zegt, hey Vincent, ik heb mijn eerste achtbaan voor je gemaakt en hij noemt Das All. Ik vind voor mijn eerste achtbaan ooit best goed gelukt. Ik hoop ook voor de 5 tonnetjes. Groeten van je favoriete Belg, Nahor. Toevallig weet ik dat Rohan, zeg maar, No Limits heeft aangeschaft. En dat hij tegen mij heeft gezegd dat hij gewoon mijn tutorials heeft gevolgd. En ik ben benieuwd, dit is eigenlijk het levende bewijs, of die video's ook daadwerkelijk hebben geholpen. Dat is altijd natuurlijk wel de vraag. Je weet het maar nooit. Maar zo te zien, heeft hij al gebruik gemaakt van een prachtig landschap. Ik zie er ook een leuk Main Street huisje. Dat ziet er goed uit. Boompjes ook. En serieus, zijn de particle effect of niet? Nou ja, we zien het vanzelf wel. Dit is een spinning coaster genaamd Das All. Nou ja, een leuke naam. En heel erg compact. En ik hou ervan. Ook de remmen zo, dat het naar beneden gaat. Ik vind het er nu al hartstikke leuk uitzien. Maar ja, of die vloeiend gaat worden, dat is natuurlijk de grote vraag. Daar gaan we. Leuk en uitdagend dat je al kiest voor een spinning coaster. Dat is altijd wel ik weet niet of het moeilijk is om te bouwen, maar het lijkt me wel een uitdaging om wat anders te doen dan een standaard houten achtbaan of wat dan ook. Nou, dit gaat tot nu toe wel goed. Hij heeft een redelijke snelheid. Ik heb trouwens de snelheid niet gegokt. Ik was zo bezig met het kijken naar de omgeving. En oké, wat gebeurt hier dan? We staan even stil. Dit is apart. Oh, dat is wel heel uniek. Dat zie je niet vaak. Hij heeft zo'n wigwammetje gebruikt.
Dat is heel uniek, want volgens mij hoort dat gescript te worden. Weet ik niet zeker, ik heb er zelf nog nooit mee aan de slag gegaan. Je ziet het ook niet in mijn tutorial. Dus ik vind het knap dat hij dat dan buiten mijn tutorial wel weet te plaatsen. Oké, dit was zeker geen slecht baantje. En ook gewoon een beetje de omgeving zo, ik vind het leuk. Hij heeft ook een pleintje gemaakt met ook een bankje, prullenbakjes. Ik vind het gewoon goed aangekleed. Dit is zeker 5 tonnetjes waard. Gefeliciteerd Rohan en ga ze door met het bouwen van natuurlijk nieuwe achtbanen, nieuwe projecten in de toekomst van No Limits en natuurlijk deze serie. Dit waren de achtbanen voor vandaag. Kijk natuurlijk aankomende vrijdag weer naar een No Limits aflevering. Gaan we weer 8 banen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En alvast een vrolijk Pasen en een fijne kerst, sowieso. Oh ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet op het logo te klikken. En dan mis je geen 1 video. Ook, dat belletje ook, hè, dat belletje. Sowieso. Bedankt, doeg!